En we gaan van start met het ASP.NET webinar, de meet and greet. Hoe creëer je thuis een krachtige leeromgeving? Het webinar wordt gehost door enerzijds het Vlaamse ASP.NET. Dat is het netwerk van de met UNESCO geassocieerde scholen in Vlaanderen. We zijn in totaal met een 35-tal scholen. En een groot deel van de mensen die vandaag deelnemen zijn ook lid van deze scholen, zijn daar leraar of coördinator of leerling of wat dan ook. Maar we hebben het webinar ook ruimer opengesteld en we zien dus van verschillende hoeken uit Vlaanderen en van verschillende organisaties mensen die aansluiten. In totaal hebben een kleine 70-tal mensen zich aangemeld, inclusief de sprekers, om deel te nemen. Fijn. Daarnaast is ook Kruid onze partner en ook wel de host eigenlijk echt. We draaien hier op de service van Kruid, zeg maar. En Kruid is het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie in België. Dat is de Vlaamse afdeling van deze federale organisatie. Goed. We zijn er klaar voor. Ik neem jullie graag even mee naar de volgende slide. Zo. Ja, hier gaat het allemaal. Dit is de aanleiding geweest voor dit webinar, deze meet and greet. Is het artikel Hoe creëer je thuis een krachtige leeromgeving? Het is ontstaan, dit artikel, op initiatief van Geert Leemans, Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid, die ook lid is van de Vlaamse UNESCO-commissie en deel uitmaakt van de coördinatiegroep van de Vlaamse UNESCO-scholen, zeg maar. Vandaar ook, link per link, dat wij hier beland zijn met u allemaal. Het artikel is te downloaden op Klassement. U kan de link daar zien. En er zijn ook heel wat interessante infographics gemaakt, zowel voor ouders en leerlingen als voor mensen in het onderwijs, met wat meer achtergrond over het creëren van krachtige leeromgeving, dan vooral het fysieke aspect van zo'n krachtige leeromgeving. Volgende slide graag. Goed. De sprekers zijn, als ik me niet vergis, in deze volgorde. Jawel, eerst komt Geert Leemans een korte intro geven. Dan is het aan Gustave Cornelis, Charlotte Arnoux en vervolgens nog Inge Nuyens. Ze gaan zichzelf ook kort voorstellen. En de presentatie zal zijn flow wel kennen. U wordt mooi bij het handje genomen om alles te volgen. We krijgen een korte situering door Geert. Er komt een theoretisch kader dat Gustave zal inleiden in twee puntjes. En daarna krijgen we wat praktische handvatten die door Charlotte en Inge worden doorgenomen. Auteurs, sprekers, aan jullie. Succes. Oké. Dank u wel, Stijn. Zoals Stijn gezegd heeft, ik ben Geert Leemans van het departement Onderwijs. En ik ben ook administratief lid van de Vlaamse UNESCO-commissie. En ik ben ook betrokken bij ASP.NET. Ja, volgende slide alsjeblieft. Ja, oké. Okay. Voilà. Ja, die wereldkaart is... sinds het begin van de coronacrisis hebben scholen wereldwijd in een heel snel tempo hun deuren gesloten, noodgedwongen. Ja, ondertussen zijn we dus 3 maanden verder en in die 3 maanden zijn in 150 landen nog steeds de scholen gesloten. Dus dat komt er een beetje op neer dat 1 miljard leerlingen zijn dus door die schoolsluitingen getroffen door dus de coronacrisis en kunnen dus geen les niet meer volgen op school, dus op die fysieke leerplek op school. Nu, we zien wel de laatste dagen dat er in sommige landen, dat zijn nog uitzonderingen, de scholen al gradueel weer aan het opengaan zijn, zoals dat ook in België gebeurd is trouwens. Volgende slide, alsjeblieft. Dank u wel. Dat is dus wel iets heel opvallend. Naarmate dat die scholen dus gesloten werden, merkten we dat er op steeds meer verschillende plaatsen werd geleerd. Dus tijdens de sluiting en de pre-teaching merkten we dus dat leerlingen massaal thuis online aan het leren waren. Maar er was dus ook opvang op school. Nu, in de huidige fase, overgangsfase, heropening, pre-teaching, zien we dat er thuis wordt geleerd nog altijd, in hoge mate, maar dat er ook op school al wordt geleerd, dus voor de jaren die naar school kunnen gaan, binnen de veiligheidsmaatregelen natuurlijk.
Maar aangezien dat er sommige scholen niet tegelijkertijd konden open, de deuren openstellen voor onderwijs en tezelfde tijd ook opvang verzorgen, is er ook mogelijkheid dat er geleerd wordt dus binnen opvanginitiatieven, voor het door de gemeente georganiseerd. Dan de zomerscholen. Ja, dan krijg je eigenlijk, wordt het helemaal opengetrokken. De zomerscholen zouden kunnen plaatsvinden. De zomerscholen, met andere woorden, zijn dus ja, de initiatieven om dus de leerlingen te gaan bijspijkeren die leerachterstand hebben opgelopen. Ja, dat kan eigenlijk overal gebeuren op elke geschikte leerplek. Dus zowel thuis, op school, in de kinderopvang, als in de eigen voorzieningen, dus of de gebouwen van de onderwijsondersteuners die die zomerscholen zullen verzorgen. Dus hier krijg je eigenlijk met andere woorden ja, de diversiteit van die leerplekken volledig opengetrokken. En dan, wat zal er in september 2020 gebeuren? Ja, dat is dus nog altijd een vraagteken. Hopelijk kunnen we weer massaal naar school gaan natuurlijk, maar de kans is ook groot dat een aantal van die leerervaringen die we nu hebben meegemaakt de laatste maanden, en ook die leerplekken die daarmee te maken hadden, dat die dus zullen doorwerken in de toekomst. Dus ook in september, dus met andere woorden, dat we dus op andere plaatsen ook zullen les volgen en lesgeven dan puur in dat schoolgebouw. Volgende slide, alsjeblieft. Ja, voilà. Maar natuurlijk, ik denk dat de meeste mensen zich wel bewust waren van een goede fysieke leeromgeving op school. Maar natuurlijk moet er ook een goede fysieke leeromgeving zijn op alle plaatsen buiten de school. Dus ook thuis, met andere woorden. Nu, dat leren gebeurt elders ook zeer vaak online. De leerlingen hebben dus een laptop, met andere woorden, of een computer. Maar wat ik hier graag zou willen benadrukken, is dat als die fysieke leeromgeving thuis of op een andere plaats, dat er dus online geleerd wordt, als die niet in orde is, als die dus niet dat online leren ondersteunt, dan is dat online leren eigenlijk behoorlijk oneffectief. Dat zal niet zo goed verlopen als die luchtkwaliteit slecht is, als er constant andere mensen rondlopen, als er te veel mensen rondlopen, als er lawaai is, et cetera, et cetera. Dus die fysieke leeromgeving blijft ook bij online leren zeer belangrijk, ook thuis. Volgende slide, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Nu, maar dat is voor een bepaald deel van onze schoolgaande kinderen is dat zeer problematisch. Dus de Vlaamse armoedemonitor vanuit 2017, daarin staat er dus dat 50.000 schoolgaande kinderen onder de 16 jaar dus thuis niet beschikken over een geschikte werkplek om huiswerk te maken. En dit omwille van financiële redenen. Dus die huishoudens hebben niet de financiële middelen om voor hun kinderen een goede leerplek te voorzien thuis. En ook dat probleem van overbezetting is dus groot. Zeker bij huishoudens die dus een inkomen hebben onder de kansarmoedegrens. Daar, 26% van die huishoudens, daar is dus een probleem van overbezetting thuis. Terwijl dat eigenlijk bij gezinnen boven de armoedegrens maar 4,6% is. Dus krijgt dat dus eigenlijk in die gezinnen die in armoede leven, een opeenhoping van een aantal problemen met die fysieke leeromgeving. En ik denk dat dat best kan geïllustreerd worden aan de hand van een citaat dat uit een rapport komt van Uit de Marge. Dat is een zeer recent onderzoeksrapport. Dat zegt eigenlijk, ja, een meisje van 15 jaar woont in een gezin met 5 kinderen. Ze kunnen enkel schoolwerk maken aan de tafel in de leefruimte, terwijl zij al haar taken maakt, zitten haar broers te gamen en lawaai te maken. En dat leidt haar enorm af, waardoor ze maar moeilijk vordert met haar schoolwerk. Dus ik denk dat het zeer illustratief is voor de situatie waarin dat veel van die gezinnen momenteel moeten functioneren. Nu, eigenlijk de kernvraag van dat webinar is hier nu, of van ons artikel ook, was zo van, ja, kunnen we op een of andere manier dat gaan remediëren? Kunnen we dat vlotter laten verlopen? Kunnen we dat beter maken? En kunnen we dat ook op een of andere manier laten doorwerken in die leeromgevingen, op school zelfs, of elders? En daarvoor zou ik nu graag het woord geven aan Gustaaf, die jullie daar meer zal over kunnen vertellen. Dankjewel. Omgevingspsychologie. Dat komt natuurlijk van die Engelse term environmental psychology en dan denk je misschien enkel aan milieuproblematiek, maar omgevingspsychologie is breder. Het gaat hier over de mens en de omgeving, de fysieke omgeving, hoe dat die op elkaar inspelen.
Ik ben Gustaaf Cornelis, ik werk aan de VUB, ook aan de Universiteit Antwerpen. En het is aan die laatste dat ik het vak omgevingspsychologie bij de architecten en interieurarchitecten doseer. De slide mag eraan komen. Wat kunnen we nu leren uit die omgevingspsychologie? Wel, ik zou het willen toespitsen op 4 topics, issues, elementen, aspecten. Privacy, territoriaal gedrag, crowding en de persoonlijke ruimte. Iedereen als mens, van de kribbe tot de kist. We willen allemaal privacy, we willen ook territoriaal gedrag kunnen vertonen. Territoriaal gedrag betekent niet als iemand binnenkomt dat je meteen op de vuist gaat. Het gaat meer om het vermijden van agressie. Crowding betekent niet overbevolking, maar betekent wel een te groot aantal mensen op een kleine oppervlakte. Het gaat over een gevoel. Wanneer dat net wordt gezegd, dat mensen die leven onder de armoedegrens, dat die dus problemen hebben, te veel kinderen thuis, dan wil dat niet meteen zeggen dat je daar dat die oppervlakte te klein is, maar dat ze wel het gevoel hebben. Maar omgekeerd kan het even goed zijn dat je in een ruime omgeving toch nog die crowding kunt hebben. En zeker onder deze nieuwe coronatoestanden. We zijn helemaal een beetje anders geprogrammeerd nu. We gaan anders om, ook met die persoonlijke ruimte. We willen namelijk zo'n persoonlijke ruimte. Wat betekent dat? Persoonlijke ruimte is zo'n belletje om je heen. En we houden dat normaal voor vreemden op ongeveer 1,2 meter. En nu moeten we zelfs tot 1,5 meter gaan. Dat is vreemd. We zijn het al een beetje gewoon. Maar hoe gaan we daar nu thuis mee om? Volgende slide. De boodschap in het algemeen is hier van die omgevingspsychologie dat wij controle willen hebben over ons eigen leven. Dat wil zeggen dat we controle willen hebben over die directe omgeving en in het bijzonder natuurlijk over die leerplek. Want als we controle hebben over ons eigen leven, ik denk bijvoorbeeld aan privacy, hè? Dat we gaan in een kokonnetje op onze iPad kijken of op onze smartphone. Als we controle hebben ook over onze slaapkamer, over waar we aan zitten, dan betekent dat comfort. En dat comfort is noodzakelijk voor een geschikte leerplek. De leerling moet zich comfortabel voelen. Maar ja, hoe doe je dat nu in de praktijk? Volgende slide. Wel, zo'n controle thuis, dat wil zeggen dat de leerling moet kunnen studeren zonder dat iemand op de vingers kijkt. Dat is die privacy. Dat wil dus niet natuurlijk zeggen dat er niet iemand achteraf is gecontroleerd of dat de leerling wel iets gedaan heeft. Dat is iets anders. Maar in die periode dat hij aan het studeren is, moet die privacy gelden. Bovendien moet hij territoriaal gedrag kunnen vertonen. Dat is eigenlijk belangrijk. Dat is controle hebben over een klein plekje op die wereld dat even van die persoon is. Dat is fundamenteel. Natuurlijk ook niet het gevoel hebben van te veel mensen om je heen. Het kan zijn dat die leerling helemaal alleen zit op de kamer, maar dat wel zijn broertjes en zusjes, dat hij die hoort spelen in de omgeving. Dat kan ook crowding geven. Of hij zit hier aan een raam dat daar mensen buiten aan het spelen zijn of we zullen het dan maar een lockdownfeestje noemen, aan het voeren zijn. Dan heb je ook een crowdinggevoel. Het kan zelfs gaan tot geur. Dat hij geur opsnuift van eten uit de keuken. Dat is ook een soort van te veel druk op jezelf krijgen. En dan die persoonlijke ruimte. Het spreekt voor zich dat iedereen zo'n normaal gevoel heeft van die bel om zich heen. En in concreet wil dat zeggen dat je natuurlijk niet een boek gaat kunnen bestuderen als je met 5 netjes tegen elkaar op de sofa zit. Volgende slide. Dus, die optimale werkplek of leerplek thuis, wat is dat dan? Wel heel eenvoudig als we die 4 principes toepassen. Dat betekent dat je afgezond moet kunnen zijn van die familieleden. Dat je in een tijdelijk toegewezen plek, dat je daar een leerplek van kan maken. Dat kan tijdelijk zijn. De keuken bijvoorbeeld, een slaapkamer waar je normaal met meerdere zit, maar dan even alleen mag zijn. Die ruimte moet je ook je eigen kunnen maken. En dat doe je dan door persoonlijke voorwerpen. Dat kan een persoonlijke koffiekop zijn. Identificerende voorwerpen met jezelf. Jouw geur, jouw omgeving, dat je dat even inneemt. Dat je dat even van jezelf kan maken. En dat je dat ook kunt markeren als bezet. Gecontroleerd dus door de leerling. Kaartje tegen de deur, een post-it van ik ben hier,
ik studeer, blijf even buiten. En natuurlijk voor alles, het moet daar rustig zijn. Volgende slide. En thuis is dit mogelijk. Je zou misschien denken van, ja, dat kan niet. Hè. Niemand zit in een riante villa. Wel, dat is ook niet nodig. En je moet ook geen eenhoudige gezin zijn om dat te kunnen doen. Nee. Een symbolische afscheiding kan al voldoende zijn. Van, hier is de grens. Dat is dan door een lijn die je op de grond trekt tot liefst tot aan het plafond, hè, ook dit deel van de muur is van mij. Een tijdelijke toewijzing. Natuurlijk, dat is niet voor altijd, ook niet de ganse dag. Maar dat kan bijvoorbeeld voor een uurtje zijn. Maar dat moet mogelijk zijn. Ook om te personaliseren, zoals ik heb gezegd, met kleinigheden. Hè. Dat moet geen lege plek zijn. En vooral eigenaarschap. Dat wil dus zeggen dat die leerling zelf bepaalt in dat uur, dan studeer ik. Maar dan neemt hij ook pauze. Dat mag hij doen. Stel je voor dat hij daar 2 uur bezig is, dat hij die ruimte heeft, dan moet hij om het kwartier 5 minuten kunnen pauzeren. Geef die verantwoordelijkheid ook aan die leerling. En achteraf controleer je natuurlijk, hè, als ouder dan, of als leraar, van wat heb je eigenlijk verricht? Eventueel, hè, naar een volgende keer wat feed-forward. Het is heel belangrijk dat je afspraken maakt onder elkaar, want het gaat erom dat er een betrokkenheid moet gevoeld worden van de andere leden van het gezin. Dat wil dus zeggen dat ze een strikt engagement moeten geven. Hè? Van wij zullen ons nu rustig gedragen, straks zullen wij spelen, maar nu mag jij even de plek voor jezelf. En dat betekent dus ook dat overgeven van die controle. Volgende slide. Maar wat nu voor de leerkracht? De leerkracht kan dus synchroon of asynchroon online gaan lesgeven. Je kunt dat strikt scheiden. En dan zie je hier dat het synchrone betekent natuurlijk, hè, het gelijktijdige. De leerlingen, meervoud, zitten voor hun computer. De leerkracht zit voor de computer. En er is meteen dus een wisselwerking mogelijk. Het is een duidelijke aanwezigheid. Het probleem is uiteraard, wat doe je als daar 5, 6, 10, 15, 20 leerlingen ook zitten? Dat is natuurlijk moeilijk, omdat je dan niet iedereen evenveel kunt bij betrekken. Het is zelfs moeilijker dan in de fysieke klas. Asynchroon, is dat dan de oplossing? Wel, het is niet gelijktijdig. Hè? U doet iets, u kunt bijvoorbeeld een kennisclip geven en daarna moet dan de leerling op eigen tempo daarmee verder. Probleem? De zelfdiscipline natuurlijk. Wat doe je? De gulden middenweg. Je gaat die twee combineren. Bijvoorbeeld, je zou een flipping the classroom kunnen doen en dus vooraf een videootje tonen aan je leerlingen, of enkelvoud, en dan daar in dat synchrone moment dieper op ingaan. Je kunt ook online lesgeven, instructie geven en dan oefeningen thuis laten doen op het asynchroon dan, hè, op uiteraard thuis, op eigen snelheid. Overigens, wat we nu zeggen, uiteraard geldt niet enkel voor nu, maar zal voor de komende jaren gelden. En dan tenslotte, je kan natuurlijk ook, hè, op voorhand kennis geven, voorkennis geven, hè, een brainstorm laten doen, een quizje laten uitvoeren en daar dan in de les op, tijdens de les op ingaan. Je moet als leerkracht vertrekken van afgebakende doelen en die kun je natuurlijk ook aan je leerlingen meegeven. Dat wil zeggen dat je dus echt een soort van checklistje geeft, hè, van dit moet je bereiken, uiteraard in begrijpbare taal, hè, dus niet in de talen, in de taal die wij kennen in het onderwijs, maar dus naar je leerlingen toe. En je moet ook aangeven wat je precies van hen verwacht. En dan heldere structuur. Je moet ook geven hoe zij dat kunnen bereiken. Dus niet gewoon zeggen van ja, dit is het leerdoel, punt. Nee, je moet ook natuurlijk je leerling daarin begeleiden. Dat spreekt voor zich. En geef ook aan hoeveel tijd voor een bepaalde taak nodig is. Het is heel belangrijk, ook vanuit de psychologie weten we, dat als dat onbestemd is, dat dat veel stress geeft. Hè. Je moet geven van, kijk, dit stukje lezen, blad, dat kost u 10 minuten. Hè. Een krantenartikel ongeveer van 1 A4'tje. En dan de verwerking, dat duurt een half uurtje. En dat is het dan, bijvoorbeeld. Je moet zelf als leerkracht uiteraard allerlei strategieën inzetten om dat zelfregulerend leren aan te zwengelen. Dat doe je bijvoorbeeld door een stappenplan. Autonomie dus aan die leerling geven, daarmee rekening houden met de competenties en uiteraard ook met die structuur. Dat is heel belangrijk. Hè? Maar hoe doe je dat nu? Hè? Maar als je daar software voor gaat inzetten? Wel, we zijn natuurlijk niet allemaal ICT-leerkrachten, dus ja, er zal een keuze moeten gemaakt worden. Weet
dat je, je uiteraard kennis moet hebben over het product. Hè. Je moet technological knowledge hebben. Maar je moet ook pedagogisch-didactische kennis hebben. En je moet natuurlijk ook het vak kennen. Wat betekent dat nu? Wel, het kan zijn dat je een bepaalde vaardigheid laat. Laat ons ervan uitgaan dat je natuurlijk wel de inhoud van het vak kent, maar dat die technologische kennis wat minder is. Wel, het hoeft niet aanwezig te zijn bij jezelf. Je kan natuurlijk anderen inschakelen. Dit is het model van TPAC. Je kunt dat inzetten. Dat is natuurlijk niet dwingend. Alleen geeft het aan dat je wel op de verschillende punten thuis moet zijn. Of toch een beetje. En aan de hand hiervan kun je dan je technologie kiezen. Maar het belangrijkste is wel eerst de werkvorm, uiteraard aangepast aan die context, en dan gaan kijken naar die technologie. Niet een leuk programma kiezen en dan er een leerinhoud bij plakken. En de volgende. Dus, ja, een slot hier aan breien. Wel, als je alles wat gaat combineren, dan wordt dat in de praktijk dat je eigenlijk constant aan het monitoren en aan het evalueren bent, maar je moet je daar wel van bewust zijn. Dat wil zeggen dat je je leerlingen moet laten oefenen en dat je dat ook moet monitoren en dat je ze meer dan ooit werk moet laten uploaden. Dat zijn dan die automatische deadlines, zou je kunnen zeggen. Geef hen ook feedback. Dat wil zeggen dat je de evaluatiewijzer geeft op basis van de gestelde doelen, natuurlijk op de maat van je leerling. Ze moeten het begrijpen. Je gaat meer formatieve evaluatie moeten uitvoeren. Dat zit een beetje in het systeem ingebakken natuurlijk. En je geeft ook meer feedback dan ooit over het proces en zowel dus over de tussentijdse resultaten. Er zijn allerlei tools om dat te monitoren. Je kunt Google Docs gebruiken. Dat betekent dus online dat je dus aanpassingen aan documenten kunt volgen. En je gaat uiteraard ook een Q&A meer dan ooit doen met je leerlingen. Hè. Vaste momenten, hen vragen laten stellen en hen antwoorden geven. Best live. En als je verbetersleutels geeft online, ja, dan moet je weten dat je daar natuurlijk feedback moet aan geven en niet gewoon een verbetersleutel geven zonder ook maar wat uitleg. Want als je dat doet, dan denkt de leerling, aha, dat moet ik dan van buiten kennen en dat is het. Het is natuurlijk complexer dan dat. Ja, dat was het wat mijn deel betreft. We hebben tot nu toe twee grote luiken gehoord. Enerzijds, aan welke criteria moet de thuisleeromgeving voldoen? Waar houden we rekening mee? Wanneer is dat succesvol en sterk? En anderzijds, hoe stem je je lessen af als leerkracht op dat afstandsonderwijs, dat online onderwijs voorzien? Waar houden we daar rekening mee? Nu, dat zijn zaken die we moeten krijgen tot bij de leerlingen en tot op de werkvloer, zowel bij leerkrachten als bij ouders dan. En dan zie ik graag de volgende dia. Als we kijken, ik zei het net, we moeten dat krijgen tot bij de leerling en we staan daar niet alleen. We zijn met een schoolteam, leerkrachten. Ik ben zelf ook leerkracht PAV en nu werkzaam voor een deel van mijn tijd als leraar en opleider en daarnaast ook schoolmaker. Dus het schoolteam is, ervaar ik zelf als heel sterk en heel krachtig. De leerling staat aan de top, die moet het uitvoeren, die moet dat realiseren. En dan hebben we de ouders die dat moeten faciliteren, die we moeten ondersteunen in het aanmoedigen, het stimuleren, het organiseren, mee naar oplossingen zoeken. Nog, als we kijken naar de rol, we hebben de leerling en de ouders, die zijn eigenlijk een stukje onwetend. De professional is de leerkracht. En de leerkracht is hier in twee rollen. Enerzijds als procesbegeleider, anderzijds als gewoon leraar, degene die het onderwijs vormgeeft. En als procesbegeleider, als leerkracht, is de eerste stap informeren. Die informatie die hier komt, op de vorige dia konden jullie dat zien, anders moet je eventjes terugspringen. Dat is mijn dochter die daar aan die bureau zit, te werken op haar eigen werkplek. Want bij het schrijven van deze tekst ben ik zelf tot de vaststelling gekomen dat mijn 9-jarige dochter, en ik heb er nog eentje van 8, allebei aan de keukentafel zaten te werken en dat dat eigenlijk niet helemaal voldeed aan alles wat Gustaaf ons vertelde en liet weten. Dus ik heb die mooi naar hun kamer verhuisd. Ze zijn van wat spulletjes voorzien. Ze mochten een eigen beker kiezen om wat schrijfgrif in te zetten. Daar staat heel veel fikfak rond, naar mijn aanvoelen, maar voor haar is dat haar eigen werkplek. Dus zij is 9 en zij doet dat eigenlijk zeer goed.
mits, zoals Gustav ook zei, de nodige ondersteuning van mij. Als leerkracht moeten wij ouders en leerlingen daarover informeren. En dat kan al vanaf heel jong. Die informatie kunnen wij overdragen. Nu, we hebben een artikel, we hebben een infografiek, we hebben deze presentatie. Dat zal een eye-opener zijn, maar misschien volstaat dat wel niet. En dan is de volgende stap die jij als leerkracht, als schoolteam kan zetten, is kijken wat is er al bij jullie thuis en wat heb je dan nog nodig om het verder te ontwikkelen, om te zorgen dat die plek er ontstaat. Hey, basisprincipe blijft, vertrek uit wat er is en waardeer wat er al is. Ook al is dat heel weinig, spreek daar wel waarderend over en zoek naar de kansen en de opportuniteiten en vul aan. Hey, vragen kunnen zijn, hoe ziet jouw huis eruit? Beschrijf jouw huis eens en wat kunnen we daar nu mee doen? Heb je een plek waar jij ook kan terugtrekken en hoe ziet die plek eruit? Een heel toffe oefening met leerlingen is ook beschrijven eens een moment waarop je heel goed voor school kon werken. Wat was er zo typisch aan dat moment? Dat kan zijn, ik was aan het werken, er was niemand thuis, ik had de tafel eerst opgeruimd, mijn spullen lagen klaar op voorhand en ik kon eigenlijk werken en plots was mijn werk helemaal klaar. Ik had er totaal geen, ik ben niet gestoord geweest, dat liep perfect. Of iets anders kan zijn, ik moet voordat ik ga werken eerst gaan sporten. Door met leerlingen en ouders dat in dat gesprek te gaan en daarover te praten, breng je eigenlijk dingen aan het licht en zorg je dat ze daarover beginnen nadenken en dat ze ook kunnen zoeken naar die oplossingen. De lead blijft aan de leerling. Het is de leerling die het moet realiseren. Jij als leerkracht of de persoon die... Ik spreek nu voor leerkrachten, sorry, dat is beroepsmisvorming. Maar ook welzijnswerkers, jeugdwerkers. Jullie zijn de ondersteunende rol en je coacht dat proces, maar het eigenaarschap en de controle ligt bij leerlingen. En dan, je kunt ook fysiek en materieel ondersteunen, emotioneel ondersteunen. We hoorden Gustav een uiteenzetting doen ook voor ons. Hou rekening met het ontwerpen van je les. Afstandsonderwijs is niet hetzelfde als jouw multisensorieel of face-to-face onderwijs dat je in de klas doet. Gewoon nu van op afstand, van achter de webcam doen, dat is niet identiek. Dus we moeten dat organiseren. Je kunt leerlingen helpen door een planning te ontwerpen of te helpen ontwerpen door een pakketje aan huis te leveren. Ik denk aan een leerkracht techniek die materiaal brengt aan huis om een pennenbeker te timmeren, zodanig dat enerzijds die identiteit op die bureau komt, dat er eigen spulletjes komen, maar anderzijds ook wel wat dingen, technieken ontwikkeld worden. Er is heel veel mogelijk. Het is een kwestie van out of the box te denken. Als laatste van de eerste vier staat daar ook rituelen invoeren. Dat is eentje die we heel vaak onderschatten en vergeten, maar een ritueel is een opstart die je kan doen om mentaal klaar te zijn om te beginnen werken. Die fysieke omgeving mag fantastisch zijn, maar als je geen structuur hebt in jouw werken en in jouw opstart, dan zal die fysieke omgeving niet volstaan. Een ritueel kan zijn... En als ik opsta, doe ik eerst mijn kleren aan, ik ontbijt, ik ruim de tafel af, ik wandel toertje blok om even buiten geweest te zijn en als ik dan terug binnenkom, dan ga ik aan het werk. Een ander ritueel kan zijn, ik leg bij het opstaan al mijn spullen klaar, dan ga ik ontbijten en dan begin ik te werken. Het is het uitvoeren van de stappen in een vaste volgorde, waardoor je mentaal klaar bent om te beginnen werken. En dan komen we bij de twee laatste puntjes, van de leraar, bij het ontwerpen. En dan spreek ik echt wel de leraar aan. Maar bij het ontwerpen van je lessen moet je blijvend hoge verwachtingen hebben. Het is niet de bedoeling dat je nu begint je leeractiviteiten aan te passen met een stuk medelijden voor leerlingen van, ach heren, misschien hebben zij dat thuis niet gemakkelijk, ik zal wat minder vragen aan hen. Nee, dat is niet de bedoeling. Ik denk dat de mildheid heel belangrijk is in het coachende, in het zoekende. Maar je moet wel die lat hoog genoeg blijven leggen, zodat leerlingen ook ervaren dat het belang van die plek, dat die plek ook wel echt belangrijk is. Hè. Dat is het eerste. Heb voldoende hoge verwachtingen. Het tweede is, train dat zelfsturend vermogen. Ik zag dat al als een vraag in de chat passeren. Vanaf wanneer kunnen we iets verwachten van leerlingen? Bij mij weten is er daar geen leeftijd op. Zelfsturend vermogen is iets dat we trainen tot aan onze 24.
blijft zich dat ontwikkelen en waarschijnlijk ook ver daarna. Ik blijf daar zelf, denk ik, ook wel mezelf in oefenen. Maar je moet daar inderdaad aandacht en oog voor hebben. Nu, dat zou ons verleiden, dat wordt een andere webinar. Maar het is zeker wel een aandachtspuntje. En dan graag de volgende dia. Soms is het niet genoeg. Alles wat we hier gezegd hebben, de coaching, de ondersteuning, het kan zijn dat dat niet volstaat. En dan hebben we andere organisaties nodig die komen ondersteunen als het niet in de driehoek kan blijven. Hey, wat als er geen meubels zijn? Misschien moet de stad dan wel zorgen dat dat gefaciliteerd wordt. Als er geen rustige plek is thuis, misschien moeten we dan kijken om lege hotelkamers in te zetten die nu als werkruimtes, privékantoortjes gebruikt kunnen worden. Misschien kunnen we containers zetten op publieke ruimtes in de woonomgeving van de kinderen en jongeren die rustige werkplek niet hebben. Hey, wat als er geen mentale rust is? En dan moeten we opnieuw kijken welke organisaties kunnen daarvoor zorgen. Dus het volstaat niet met enkel de plek en moeten we wel wat stappen verder gaan. Ik geef graag het woord. Hier zie je nog eens het samenwerken met externe partners. Ik was vergeten dat ik die had. Ik geef graag het woord aan Inge Nuyens van Docs, die van mij overneemt. Dank je, Charlotte. Ik denk dat we heel veel in de vorige uiteenzet. Ik heb heel veel gehoord over wat er eigenlijk gebeurt met dat kind dat leert thuis, of het nu 3 of 16 is. En dat eigenlijk heel veel dingen nieuw zijn, veranderen of sneller veranderen. Heel veel scholen waren al bezig met het nieuwe leren en nu plots gebeurt er heel veel thuis. Maar ik denk ook dat op een bepaald moment dat kinderen terug naar school mogen. Het is trouwens opvallend in deze tijd dat kinderen spreken over ik mag terug naar school en niet ik moet terug naar school. Dat is misschien een van de grote winstpunten van deze periode. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we eens gaan kijken als laatste punt hoe dat we eigenlijk de veranderingen van de vorige periode duurzaam kunnen terug inzetten als de kinderen terug naar school gaan. Die leerders thuis hebben eigenlijk een aantal dingen gewonnen en op sommige plekken gaat dat beter dan op andere. Maar wat zeker duidelijk is, is dat die leerder in deze periode heel veel zelf heeft gewerkt, heel veel zelfstudie heeft gedaan, aan die structuur heeft moeten werken en dat kinderen eigenlijk thuis op een eigen ritme en op een eigen plek hebben gewerkt. En Gustave heeft gesproken over de eigenaarschap, die eigen plek. Als straks de leerlingen terug naar school gaan, dan denk ik dat we ook moeten proberen om mee te nemen wat dat daar de vooruitgang is van geweest. Volgende dia. Kinderen hebben dus iets meer gehad. Dat is het feit dat ze meer op zichzelf hebben gewerkt. Langs de andere kant hebben ze ook dat samen moeten missen. Het samen dingen delen, maar ze hebben ook anders samen dingen gedaan. Ze hebben dat online gedaan, ze hebben dat interactief gedaan. Wat gebeurt er nu als straks die leerlingen terug naar de school gaan? En als we die eigenlijk terug in de school verwelkomen, dan is er eigenlijk een aantal maanden in haar leven anders geleerd, anders met de dingen omgegaan. En op een jonge leven is dat een behoorlijk groot percentage en het is nog niet voorbij. De veranderingen die er nu doorgaan in de COVID-periode, men spreekt toch gemakkelijk van het feit dat dat tot februari volgend jaar zou kunnen duren. Zolang er geen vaccin is, zullen ook die maatregelen moeten blijven. Dus dat gaat een zeer grote periode zijn. Volgende dia. Dus als de leerlingen terug naar school gaan, met Docs zijn we elke dag bezig met het inrichten van scholen. En voor ons was een van de grootste problemen van in het begin, wat nu als straks de scholen wel terug open gaan? Hoe gaan we dan werken? Hoe gaan we leren? Hoe gaan we leven? Dus ik wil voor die schoolomgeving eventjes een onderscheid maken tussen de COVID-periode en de post-COVID-periode. Want veranderingen duurzaam inzetten, dat is langer dan de tussenperiode, de veiligheidsperiode waar we nu in zitten. Op dit plan proberen we een indeling te maken van een klas, die eigenlijk veilig is ingericht. En wat daar opvalt, zijn een paar dingen. We proberen daar de banken op afstand te zetten. We proberen het nog aangenaam te doen. We proberen zelfs een stip met een smiley op een bank te zetten om de kinderen toch welkom te heten. Maar wat opvalt, is dat eigenlijk in die veiligheidsperiode dat men weer met grids gaat werken. Het lijkt weer heel hard op de klassieke school van vroeger. En dat nieuwe leren lijkt eventjes te moeten plaatsmaken voor een veiligheidsgrid. We denken dat je daar een stapje verder kan gaan. En bij ons noemen wij dat eigenlijk het COVID-experiment. We merken dat scholen die nu zich organiseren om de leerlingen terug naar school te laten komen, eigenlijk gedwongen te worden om met die fysische omgeving op een experimentele manier om te gaan. Zij het alleen al omdat er minder leerlingen in de klas komen, zij het ook omdat ze anders moeten organiseren en omdat ze op een bepaald moment zullen gedwongen worden om meer ruimtes in de school in te nemen. En dat is denk ik een enorme kans. Volgende dia. Dat wil zeggen dat de scholen die eigenlijk vroeger al met dat nieuwe leren bezig waren en heel flexibele plannen hadden, die hebben een beetje een voetje voor, denk ik. We merken dat die veel gemakkelijker die omschakeling kunnen maken. Maar ik denk dat alle scholen nu op zoek zijn naar een manier om die mobiele learner terug op school te verwelkomen. Volgende dia.
We hebben een paar plannetjes hier achter elkaar gezet om te laten zien dat je op een heel andere manier met de ruimte kan omgaan. Hier zie je een plan van een school waar men eigenlijk al dat nieuwe leren toepast. En wat daar opvalt, is dat je heel veel verschillende plekken hebt. En ik denk dat dat een heel belangrijk element is, dat de leerling die straks teruggaat en thuis op zijn eigen manier heeft gewerkt op een eigen plek, terug op school die plek ook kan zoeken. Stel je voor dat we in een COVID-periode terugkomen in deze klasruimte, dat is een totaalruimte voor een aantal leerlingen, dan kan je heel gemakkelijk een plekje uitzoeken en eigenlijk verbonden aan het thema dat je doet, in je eigen planning, in je eigen structuur, een plaats zoeken. Volgende dia. Hier hebben we een plan gemaakt waarbij je eigenlijk drie klassieke klassen doorbreekt en met een grote groep gaat werken. Je kan je hier heel goed voorstellen dat leerlingen een eigen plek zoeken, maar dat je ook in dat soort opstellingen, waarbij je eigenlijk volledig loskomt van de vroegere grids, dat je ook je eigen plek kan zoeken en je eigen privacy kan zoeken. Je kan heel gemakkelijk een stukje van die ruimte voor jezelf innemen en op een heel andere manier gaan werken zonder dat je gestoord wordt. Ik denk dat dat een aantal voorbeelden zijn van hoe dat je dat kan doen. Volgende slide. Je ziet ook in het plan hier, ik ga er nu snel over, maar de tijd is beperkt. Je ziet ook dat je op veel manieren kan zitten, dat je zelfs staand een aantal dingen kan doen en dat je ook in de gang een aantal dingen kan innemen. Heel veel scholen hebben grote gangen. Het is zeker nu de periode om te proberen binnen de veiligheidsregels ook die ruimtes open te trekken, waardoor jij veel ruimte hebt en dat die leerder elke keer ook zijn eigen plek kan gaan zoeken. Volgende slide. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die third teacher nu heel veel ruimte geven en dat het experiment dat er nu is geweest, dat we dat ook gaan verder trekken. Niet alleen in de klassen, ook in de grote zalen, dat we de polyvalente zalen in de school er proberen bij te betrekken, om te proberen dat zoveel mogelijk door te trekken. Dat vraagt een beetje moed, maar aan de andere kant is de teneur ook een beetje gezet, omdat er al heel veel verandering is in die fysische ruimte en het zou spijtig zijn als we die verandering laten verloren gaan. Volgende slide. Je ziet hier een foto, ik vind het een heel fijne foto van de Ark in Heverlee. Daar zijn nu buitenpoefen gezet. Op dit moment hebben ze daar het probleem dat ze als in de klasse de leerlingen zetten, dat ze bijvoorbeeld nooit echt een kringgesprek met de hele klas kunnen doen, of zelfs met een halve klas, omdat de ruimte en de veiligheidsregels dat niet toelaten. Dus men gaat daar de buitenruimte voor gebruiken, daar zijn buitenpoefen gezet. En je ziet ook aan de foto van de leerlingen, het is niks geposeerd, je ziet hoe leuk dat ze dat vinden. Hè. Ze vinden elkaar terug, ze kunnen in die buitenruimte eigenlijk aangenaam samen zijn. En dat is iets dat men meeneemt voor nadien, dat ga je daarna nooit meer uitschakelen. En dat is een beetje onze boodschap die we nu hebben. We zeggen, als dat COVID-experiment bij het terugkomen naar school genomen is, probeer daar een stap verder in te gaan. In het onderwijs is men bijzonder goed in het evalueren, ook het zelf-evalueren van trial and error. Wat heeft er gewerkt, wat heeft er niet gewerkt? Durf daar de experten ook bij inschakelen. Mensen die ruimtelijk ook constant bezig zijn en die toch ook op de juiste manier begaan zijn met het feit dat men op school aangenaam kan werken, zowel het team als de leerlingen. En ik denk dat dat toch zeker een vooruitgang kan bieden. Volgende slide. Dan zijn we al bijna bij het einde. Hier zijn nog een aantal voorbeelden, denk ik, van manieren waarop dat men heel knap met die ruimte omgaat, op verschillende manieren. U ziet daar een leerling die recht staat. Dat is een leerling die echt absoluut niet kan stilzitten, dat ook niet moet doen, maar die elke keer als het moeilijk is, gewoon eventjes rondloopt en achter de boef gaat staan. Een heel eenvoudige manier om op een tof manier dingen te doen. Men ziet ook al op een heel andere manier. We hebben zo'n heel groot aantal foto's van scholen die op een andere manier met ruimte omgaan. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat scholen van elkaar leren. Dat ze de best practices van elkaar bekijken, bij elkaar te raden gaan, binnen dezelfde schoolgroep, maar ook ver daarbuiten. Er zijn heel veel informatie die gedeeld wordt, onder andere op klassement, maar scholen zijn heel gul met informatie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je van elkaar leert. Volgende slide. En dan komen we eigenlijk bij het besluit. Die fysische ruimte, zowel thuis als op school, gaat een enorme transformatie ondergaan. Het is ook een enorme kans om het te doen. En wij zijn heel blij dat we vandaag daar een beetje aandacht aan mogen optrekken. Dank u. Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid. We gaan naar de laatste slides. Voor de opvolging, dus download gerust die infographics op klassement. We gaan die webinar en handout publiceren en u krijgt er ook een bericht van, want u heeft uw mailadres bezorgd aan ons. We gaan het bezorgen aan u. De volgende slide, maar die gaan we zelfs pas komen, is een slide met mailadressen van de auteurs en de sprekers. En u kan die ook mailen en zij gaan ook dan antwoorden proberen te formuleren op uw vragen. En ook nog, goed om te weten, er is een Universiteit van Melbourne heeft een Padlet gemaakt van Learn. Zij zijn een beetje ook de inspirator geweest voor wat we hier hebben gedaan. Surf daar eens naartoe en kijk eens naar de leuke ideeën en praktische tips die je ook daar kan vinden. Dus de laatste slide dan nu waarschijnlijk. Zit je nog met vragen?
daar zijn ze. Dit zijn de auteurs die je kan aanschrijven. Ook vanuit hun eigen expertise. U kijkt daar maar even naar. Ik dank u heel erg. Ik denk zelf dat het een heel geslaagd experiment was, dit eerste webinar in de schoot van het ASP.NET. Dank aan auteurs, dank aan sprekers, dank aan Kruid voor de ondersteuning. Dank aan u allemaal voor uw aanwezigheid en uw vragen. Ik wens u nog een prettige dag en een voorspoedige afloop van de lockdown, zou ik zeggen. Beste nog. Dag.